single PHP hebben, moeten we natuurlijk wel bedenken dat als wij nu wijzigingen willen doen, bijvoorbeeld hier in de opmaak van het widget, dat we dat nu op dezelfde manier zouden moeten doen, ook weer in index PHP. Dus het is daarom goed om daar misschien nu op dit moment eventjes goed naar te kijken. Want dat scheelt ons natuurlijk een heleboel aanloopwerk op een later moment. Als je in je workflow bezig bent met je themaontwikkeling. Ik zie trouwens ook dat hier dus nog nog eventjes een weergave is die niet zo goed voor zoekmachines is. Dus dat is een algemeen item dat ik eventjes om ga zetten. En dat gebeurt dan hier. We gaan naar de instellingen. En dan is dat lezen. Neem ik aan. En nee, dat ging over de permalinks. Dat is het. Dan gaan we de permalinks kijken. En dan denk ik dat het beste hier de berichtsnaam kan worden weergegeven. En het gevolg daarvan is als ik mijn thema, dus of ik mijn werk ga bekijken, dan is hier natuurlijk nu weergave van de elementen hier zo. En als ik hier naartoe ga naar bijvoorbeeld naar dit bericht hier zo, dan zie ik ook hier zo in de balk wat daar staat. Goed, we gaan hier nog even wat padding aan toevoegen. Dat lijkt me wel erg prettig. En dat kan je natuurlijk met Bootstrap doen door een class toe te voegen. Dat doe ik dan hier zo in de aside hier zo. Die heeft hier een BG Lite en ik geef hem dus hier zo nog een P-4. En dat is het jammere, want dat moet ik natuurlijk nu ook nu doen in index.php. Dus die geef ik dan ook hier zo'n index. Sorry, P-4. Dus dan moet je dat steeds bijhouden. Vandaar dat het goed is om dat meteen ook te doen. We gaan even verversen hier zo de pagina. En ik zie natuurlijk ook hier zo in deze items dat het allemaal erg dicht op elkaar staat. En ik zie hier ook nog een zoeken naar. Dan ga ik eventjes inspecteren wat dat is. Dat is een screenreader gebeuren. Een label, een screenreader tekst, deze class. Dus die ga ik in de CSS nog eventjes aanpassen. Dus dat betekent dat ik hier zo in de style CSS ga, de widgets. Dat kan ik daar ook wel doen, eventjes daar zo. En dan moet ik nog weer eventjes opzoeken. Screenreader tekst. Screenreader tekst. En die geef ik dan bijvoorbeeld een display. Dan, die hoeft niet te worden getoond. Als je een beperking hebt, ververs ik de pagina. En dan zou ik hopen dat die weg is. Dat is die ook. Dan staan deze hier zo natuurlijk. En dan wil ik hier wat meer ruimte tussen hebben. En dan moet ik dus kijken welke elementen ik hier heb. Ik heb hier een div. En die zit in een form. En die zit in een widget aside. En daar kan ik dan dus wel iets mee meer gaan doen. De widget aside, ik weet niet of ik die al heb. Dan kan ik hier nog widget titel hebben. En die kan ik dan dus zo beetpakken. Dus ik ga naar widget aside. En dit is natuurlijk de widget in de aside. Widget aside. En die zou ik bijvoorbeeld een duidelijke padding bottom willen geven. Padding bottom, dat ze wat uit elkaar gaan. Bijvoorbeeld 2 AM en een border bottom. Om hem een randje te geven. 1 big solid. En dat kan dan gray zijn wat mij betreft. Verse de pagina en dan
staan die er zo wat meer bij. Ik kan ook een padding top geven, zie ik. En die widget title, die kan ik dan ook nog wel wat kleiner maken. Dus ik pak hier nog een keer de widget C en V. En daarin een H3 die we hebben. Font size 0.7. En ik wil eigenlijk die padding bottom, die wil ik toch wel in de top hebben. Dus die wil ik eigenlijk ook hier zo wel weghalen. Padding, en dat is hier zo aan de bovenkant 2 em, aan de onderkant 2 em, en aan de linker en aan de rechterkant 1 em. Dat zou eventjes uitproberen. Verversen de pagina en dan kijken of we dat zo'n klein beetje. Ja, ik vind dat hij niet dat hij echt veel kleiner is geworden hier zo. Widget aside. Gaan we even inspecteren. Misschien heb ik hem niet goed geselecteerd. Dat is dus het widget titel. Dat is natuurlijk beter. Widget titel. Refresh. Dat komt wat meer uit elkaar te staan. Dan ziet het wat... wat prettiger uit. Zo heb ik wel een aardig thema te pakken. Ik kan natuurlijk ook nog even kijken hoe dat er dan weer uitziet als ik ga, ga inspecteren. En ik zie dat bijvoorbeeld in een mobile apparaat zitten. Dat is hier nu SE, die is nu opgelost. In een ouder filmpje had ik daar last van een rand aan de zijkant, maar dat is gekomen door een fix element. Dus ik kan hier ook nog weer naar dit thema toe gaan en kijken of dat een beetje goed uitziet. En dan staan die elementen zo in elkaar en dan staat hier beneden staat hier zo mooi mijn aside en daar nog een keer een stukje aside. Dus dat ziet er wel redelijk uit zo. Nou, dan wordt het tijd eigenlijk dat je ook meteen een screenshot van gaat maken. En het thema komt het beste natuurlijk uit als ik hier bijvoorbeeld, ik pak dit artikel hier zo. Die staat hier dan ook nog meteen erg mooi. Dan zie ik hier de footer voor een groot deel in en voor de header. En dan kan deze misschien nog wel uit worden gezet. Dan, nee, ik laat hem maar mooi aanstaan. Dan kan ik hier een screenshot maken van mijn thema. En dat wordt dan een plaat die ik dan in mijn... maar dat doe ik in het volgende filmpje wel.